Ja, wie bakt het lekkerste Brabantse worstenbroodje van 2015? 20 finalisten die strijden vandaag in Eindhoven om die felbegeerde titel. Omroep Brabant kreeg ook dit jaar veel broodjes binnen, gemaakt door professionele en hobbybakkers. 20 bakkers mochten door naar de finale die voor de 20ste keer wordt georganiseerd. De winnaar kan ieder jaar rekenen op rijen liefhebbers voor de deur die het broodje willen proeven. Ja, en die finale broodjes worden gebakken op het Summa College in Eindhoven. Daar is verslaggever Tom van de Oetelaar. Ja, Tom, ik zie al volop bedrijvigheid, maar ja, echte bakkers beginnen natuurlijk vroeg, hè? Precies, sinds 8 uur vanochtend zijn ze hier met elkaar in competitie. 5 thuisbakkers en 5 leerlingen. Na een uitgebreide voorselectie zijn zij geselecteerd en ik zie strakke gezichten om mij heen zien. Laten we eens even kijken of we 1 thuisbakker in zijn werk kunnen storen, meneer. Spannend, lukt het allemaal? Ja hoor, het lukt best, ja. Hoeveel worstenbroodjes bakt u nu bijvoorbeeld zo met, laten we zeggen, de kerstdagen? Nou, rond de 400. 400? Ja, ja. En wat zeggen ze dan als ze dat broodje van u proeven? Nou, dan willen ze wel meer. Ja, het is schijnbaar wel zo lekker, ja. Die broodjes komen wel op? Die broodjes komen wel op, ja. En ik bak elke week ongeveer 1 à 2 keer thuis voor de afnemers. Eerste keer in de competitie? Nee, tweede keer. 3 jaar geleden heb ik ook in de finale gestaan. Ja. En vorig jaar en het jaar daarvoor niet. Nee. En nu weer wel. Succes, bakse. Dankjewel. Ik zal u niet te lang afleiden. Dit zijn dus de amateurs en de leerlingen. En dan vanmiddag komen hier de professionele bakkers aan het werk. Dat zijn er 10. En dat is toch wel een verschil, hoor. Vertelde mij Betty van den Oetelaar, die hier het geheel presenteert. Nou, dat is een heel groot verschil, want kijk, vanmiddag hangt er heel veel van af. Als je dan wint als professional, als bakker, dat scheelt natuurlijk wel in de kassa, zeg maar. Hier gaat het echt om de eer. Gewoon voor de studenten. Natuurlijk voor de toekomst. Ze kunnen toch iets meenemen als je werk gaat zoeken. En voor de amateurs en de thuisbakkers, zeg maar. Ja, daar is het gewoon om de eer. Hun passie. Hun, ja, dat. Eeuwige roem. De titel. De titel gewoon. Damn. Ja, onze Betty, de titel. Maar ja, ze zei het al. Het is ook kassa natuurlijk, hè, voor de winnaar. Nou en of, Cindy, als je nagaat, Jurgen van Dongen, die vorig jaar won, heeft 3 jaar gewonnen. Mag daarom dit jaar ook niet meedoen met de competitie. Hij zit in de jury. Heeft 35% meer omzet. Dus inderdaad, wat Betty zegt, dit is het toch inderdaad wel. Er hangt veel van af voor die professionele bakkers als je hier die competitie wint. Trouwens, die Jurgen van Dongen kan nou ook niet jureren, want zijn broer staat zo meteen in de finale. En ze willen alle partijdigheid tegengaan. Hier zijn, ik zie nog, 2 uur en 33 minuten op de klok. De thuisbakkers en de studenten bezig, dan komen vanmiddag de professionals en wij volgen het allemaal. Je bent er live bij hier via Omroep Brabant. Dankjewel Tom vanuit Eindhoven. Ja, en woensdag dan wordt bekend wie dat lekkerste worstenbroodje van 2015 dus heeft gebakken.